heel veel meisjes die, die gaan, ik heb het zelf ook meegemaakt, die gaan naar Milaan. En allemaal jonge meiden, 13, 14 jaar, 15, weten ook niet zoveel van de wereld. En die komen dan zeg maar in aanmerking, die promoters die promoten voor feestjes daar. Of ze, of die, al die meiden, want die willen natuurlijk heel veel meiden op zo'n feest hebben. En of ze daarheen willen komen. En soms hebben ze, ja, en ik heb een reisje naar het buitenland. En dan ga je met, dan neem je lekker je vriendinnen mee. En dan kan je lekker bij op de boot, mag je op een boot, op een jacht. En dan mag je mee. Ik heb het zelf dus ook meegemaakt. Toen ben ik uitgenodigd en ik denk, oké, nou, een vet aardige gast. En ik vond gewoon, ik had gewoon vrienden. En ik vond hem ook wel leuk. Ze zijn meestal, zien ze er gewoon goed uit. Ja, en dan kan je met me mee. En ik zeg, oké, dan ga ik wel mee. Dat vind ik leuk. Dan had hij mijn ticket geboekt. Vond ik gewoon super, super aardig. En een hotel was allemaal geregeld. En toen kwam ik daar aan. En dan verzinnen we allemaal andere meisjes. Ik denk, oh, oké, nou ja, wel, kan gezellig zijn. Maar ik vond hem wel leuk. En ik dacht dat hij ook, maar ook wel een beetje leuk vond. En ja, toen het uiteindelijk zegt, nou, we gaan dus vanavond om 9 uur gaan wij uit. Moet je klaarstaan. Ik dacht, oké, nou, dat is goed. En op een gegeven moment, ik ging mee. En toen werden we echt, toen kwamen we aan in die club. We gaan aan de tafel gedumpt. Bij een van de man. En hij ging weg. En uiteindelijk zag ik hem ook betaald krijgen voor ons. Maar ik was helemaal nooit ingelicht dat ik, zeg maar, betaald voor iets zou krijgen. Ik heb vernomen van een aantal modellen dat zij aanbiedingen hebben gekregen om bijvoorbeeld met de zoon van een belangrijke sheik een avondje te spenderen. En dan gewoon uit eten te gaan, dan naar een club te gaan of iets dergelijks. En het bedrag wat ik hoorde was $30.000 voor een avond. En dan het ook een verplichting om tot in de nacht... Nou ja, er wordt niet letterlijk gezegd dat er een verplichting aan vast zit. Maar daar kan je bijna wel van uitgaan. Los van het feit dat een bureau, een modellenbureau, alles voor jou betaalt. Je hebt gewoon klussen, dus daar verdien je geld mee. En als jij dan een keer een avond in de week gaat stappen en je krijgt daar zoveel geld voor betaald. Ja, er is geen controlegroep. Je vrienden die zijn er niet. Je familie is er niet. Niemand die je daar kent. Ik snap dat die keuze heel makkelijk te maken is. Maar als ik dit dan zo hoor, je wordt ingevlogen naar Dubai voor $30.000 een avond. Nee, je bent er ook vaak al. Voor een fotoshoot. Voor een fotoshoot, ja, of iets. Ja. Dus... Maar dan word je gevraagd om voor €30.000 een avond door te brengen met een man. Dan schuurt het ook tegen prostitutie aan. Ja, klopt. Toen ik ergens bij stond en ik met mijn... Ik wist niks en ik wou gewoon clean blijven. Ik wil daar allemaal niet mee te maken hebben. En dat mensen misschien, andere mensen misschien daarmee zagen van, oh, dat is een, weet ik veel, dat ze denken dat ik een escort ben of zo. Weet je, dat kan natuurlijk ook dat andere mensen dat denken van, oh, maar zij staat bij een tafel en vrouwen is gewoon een tissue. Zo voel ik het eigenlijk. Gewoon, oké. Nee. Niet echt van vrouwen, snap je? Ja. Respectvol, helemaal. Wat vind je daarvan? Ik vind dat echt niet oké. Okay. Dat is verschrikkelijk. Ik vind gewoon dat gewoon respect moet zijn.